Salland Sport. Salland 1. Nabeschouwing. Goedemiddag Wessel. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending en fijn dat je weer tijd hebt. Vanmiddag speelden jullie de thuiswedstrijd op Sportpark Keizerslanden tegen GSSC. En dat was een dikke overwinning. Ja, 32-0. Kijk, daar kun je mee thuiskomen. Een mooie winst om weer toe te voegen aan ons lijstje. Zeker. We zijn afgelopen week hebben we een paar weken rust gehad. We hebben gewerkt in de aanval. En dat was ook wel bij de wedstrijd te zien. We waren voornamelijk aan de aanval de hand. Dat kun je wel aan de score zien. Ja. En we zijn een beetje een terugslag aan het maken in de competitie. We stonden nu op de 7e plek van 12. Ja. En nu stijgen we nog meer. Ja. Dus we gaan vooruit. Ja, ik kan me voorstellen. Want je zou zeggen, met zo'n uitslag 32-0, is er dan helemaal niks fout gegaan bij Pickwick Players? Je zei al van, is er dan niks fout gegaan bij Pickwick Players als je zo dik wint? Ja, het is fantastisch. Het is een groot thuispubliek, dus dat hielp ook goed mee. Mm-hmm. En ik denk, de eerste paar minuten kregen wij een penalty voor de palen. Mm-hmm. En die hebben we benut door de palen te schieten en drie punten te behalen. Mm-hmm. En ik denk dat wij drie punten voor stonden echt positief werkte op onze mindset. Ja. En de Groningse studenten vonden dat ook minder prettig. Ja. En daardoor zijn we doorgegaan pakken. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je, als je ook heel dik achter staat, dat je de motivatie ook wel een beetje in de schoenen valt. Ja, dat gebeurt. Er wordt altijd gezegd, niet kopjes laten hangen. Nee. Gewoon lekker door blijven ballen. Maar inderdaad, als je achter staat, doet dat wel echt iets met je. Het is wel een mentaal spelletje. Ja, precies. Om het zo maar even te noemen. Nee, maar goed, mentaal. En vandaar ook de keuze dat wij gewoon voor de palen gaan, voor de drie punten. Ja. En vanuit daar is het gewoon doorbouwen met de aanval. De ruimtes benutten en scoren, zoals we in dit geval hebben gedaan. Ja, want hebben jullie meer gescoord door tussen de palen te schieten of door tries te maken? Door tries te drukken. Okay. We drukken dan een try voor de 5 punten. Ja. En dan krijgen we nog een conversie, heet dat, een kans om voor 2 punten door de palen te schieten. Ja, en als je ze benut, dan dat is gelijk 7 punten. Dat is gelijk 7 punten op het bord. Dus, ja. Maar goed. Ja. Kijk, je komt natuurlijk niet voor niks zover. Dat heeft natuurlijk ook al alles te maken met de duels, zeg maar, die de winst van je tegenstander. Wat mij altijd opvalt, als ik naar rugby kijk, Wessel, de inworp, zeg maar. Wat mij opvalt, de laatste jaren wordt er eigenlijk iemand naar boven getild om die bal te vangen. Mocht dat daarvoor niet? Omhoog getild, zeg je? Ja, als er een bal wordt ingeworpen vanaf de zijkant. Dan zie je nog wel eens iemand omhoog getild wordt. Maar vroeger zag ik dat nooit. Nee, ja, ze hebben dat tegenwoordig een beetje weer ingebracht. Dat is een line-out, zo noemen wij dat. Ja. En vroeger waren er wat minder regels in het rugby dan nu. Mm-hmm. En vroeger zijn ze begonnen door mensen de lucht in te gooien. En uiteindelijk gebeurde dat zoveel dat ze er echt een setpiece of een regels aan hebben gekoppeld en noem maar op. Ja, maar goed. Dus wij doen dat inderdaad bij de line-out. Maar aan de andere kant. Gewoon de kwestie van wie het hoogst komt. Ja. Of wie een slimme truc gebruikt om de bal te bemachtigen. Ja, maar als ik naar jullie posturen kijk. Dan, en ik zou bijvoorbeeld met mijn 1,95 meter iemand moeten optillen. Dan dat lukt mij gewoon niet. Maar dat lukt bij jullie dus wel. Ja, dat is, daar zijn de jongens ook op getraind en gebouwd. Ja. Dat zijn inderdaad wat lichtere jongens die de lucht in gaan. Ja. En je hebt jongens van 2 meter en die gooi je die wat lichtere jongens de lucht in. Ja, precies. Dus dat is wel, daar word je wel op uitgekozen, dat zeker. Ja, nou hartstikke goed, want daar ligt het zeker niet aan dat je zo dik wint. Het zit er met name in jullie combinatiespel, dat je dus eigenlijk toch wel de Groningse studenten eigenlijk hebt zoek gespeeld. Want anders had je vast wel punten tegengekregen. Klopt dat ook? Sorry, zou je dat graag willen halen? Nou, of jullie met jullie spel, zeg maar, eigenlijk je tegenstander hebben zoek gespeeld. Want ja, je krijgt geen doelpunten tegen. Dus je zou bijna denken dat jullie tegenstanders niet bij jullie lijn zijn geweest. Ja, ze zaten wel een beetje te zoeken. We hebben ze steeds op het achterste been gezet. Ja. En ja, de studenten zijn over het algemeen redelijk fit en snel. We hebben een redelijk zwaar team. En daar hebben we gebruik van gemaakt. De gaten opgezocht. Mm-hmm. En de grote jongens door de gaten gestuurd. Zodat ze minder makkelijk te tackelen zijn. Precies. En natuurlijk de snelheid. Natuurlijk snelheid. Ja, als je op snelheid die bal ontvangt. En het is een kerel van 130 kilo. Ja. Nou, die stop je, leg die maar eens neer. Dat is moeilijk om te stoppen. Ja, ja, precies. Hey, waar gaan jullie ambities naartoe dit seizoen?
Wij hebben nog een paar wedstrijden voor de top 6. Okay. En uiteindelijk delen ze onze 12 teams delen ze op in de bovenste 6 en de onderste 6. Ja. En we willen natuurlijk gewoon de bovenste 6 halen. Precies. En dan kijken of we kampioen kunnen worden. Mm-hmm. Enzovoort. Ja, want... Kijken of dat een reëel doel is. Ja, nou ja, goed. Dan kun jij beter bepalen als ik natuurlijk of dat een reëel doel is. Maar het zal natuurlijk mooi zijn voor Deventer om dat te kunnen bewerkstelligen. Want jullie staan nu op de 8e plaats. Ja, dat zou prachtig zijn. Dit is ook ons lustrumjaar. We bestaan dit jaar 50 jaar. Zo. Ja, eigenlijk volgend jaar moet ik zeggen. Ja. Maar zoiets als een kampioenschap of top 3 is al perfect. Ja. Daar zijn we al blij mee. Nou ja, goed. Het zal heel mooi zijn. Het is een mooie uitdaging, Wessel, om bij die bovenste 6 te gaan komen. Even kijken, volgende week, wie staat er dan op het programma? Een uitwedstrijd tegen Alkmaar. Altijd, dat is altijd lastig. Dus een nieuwe ploeg uit de derde klasse. Ja. Maar ze doen het aardig goed. En onbekend team voor ons, dus ik ben benieuwd wat we daarvan gaan maken. Ja, dat is altijd even lastig. Als je er vaker tegen gespeeld hebt, heb je toch altijd een beetje een indruk waar ze staan natuurlijk, hè? Ja, of ze grote jongens hebben, kleine jongens, snelle jongens. Ja. En dat weten wij nu niet. Dus dat is voor ons een verrassing volgende week. Nou, precies. Dan wil ik je daar heel veel succes mee wensen, Wessel. En leuk dat je even tijd had. Een mooie overwinning tegen de Groningse studenten. 32-0. En heel veel succes volgende week tegen Alkmaar. Die staan zesde. Dus als je daar naartoe wilt, dan als je ze pakt, dan ga je toch weer stijgen. Daarom. Daarom. Okay. Daar gaan we voor. Hey, fijne zondag en succes volgende week. Tot ziens. Hoi.